7 gedeputeerd zijn in deze prachtige provincie. Het is mij echt een oprecht genoegen om hier ook te mogen zijn. Ik doe dit al sinds ik hier ben, ga ik gewoon de afdelingen af. Omdat ik zelf heel erg behoefte heb aan het gevoel dat ik deel ben van een club. De PvdA in dit geval. En dat is iets wat we wel eens dreigen te verwaarlozen. Ook ik merk al vrij snel, ja, ik ben aan het werk. Je begint, heb ik nou dezelfde echo als de koningin? Of, nee? Ze klinkt hier wel een beetje. Mocht je willen. Direct daar we echt af naar wet. Nee, ik praat toch ook een beetje als een dominee, ook al ben ik een jongen uit de katholieke zuiden. Maar ik merkte dat je natuurlijk in zo'n baan word je meteen opgeslokt door dossiers, de overleggen met wethouders, met ondernemers, noem maar op. Maar ik miste gewoon het contact met de leden, met mensen die een afdeling besturen, die in de raad zitten, actieve leden, passieve leden, boze leden. Dus ik ben gewoon consequent al die 56 gemeenten afgegaan van, ik ben beschikbaar, het is aan u hoe u die avond wil invullen, dat is wat ik kan bijdragen. En als je dan in Doetinchem komt en het is zo'n setting met, ik heb de lijstje gezien van mensen die hier aanwezig zijn namens verenigingen, is echt fantastisch. Dan denk ik van nou, ik ga nu al met een positief gevoel, dan weet ik niet dat ik meteen weg ben hoor, maar ik ga nu al zeker weten met een positief gemoed weer naar huis. Zo van, ah, fantastisch, die mensen ontmoeten elkaar nog in Doetinchem. Ik hoop ook zoveel mogelijk mensen van u gewoon even te kunnen spreken. En allemaal zal niet lukken. Ik hou het kort. Wat politie heeft toch de neiging om veel te praten. Ik wil toch één ding nog aan u kwijt. Een samenleving die ontstaat niet vanzelf. En wat mij wel eens verdrietig maakt de laatste tijd, terwijl ik van nature een optimistisch gekend mens ben, is dat we praten over de samenleving alsof dat iets van de anderen is. En ik ben ook iemand die, en dat is niet altijd leuk, die ook tegen zichzelf zegt, als je ergens jeuk hebt of je stoort je ergens aan, moet je eerst voor de spiegel gaan staan. En wat ik daarmee bedoel, is dat we ook misschien wat vaker tegen elkaar moeten zeggen, jullie ook tegen mij ook, en misschien ook tegen de wethouder. Maar wat heb jij nou vandaag gedaan om het iets beter te maken voor je buren of voor je familie of voor je vrienden? En ik kom dan wel eens tot het inzicht dat ik dan ook steken laat vallen. Is niet erg, doen we allemaal. Maar we moeten ook op tijd durven zeggen, hier ligt een grens en daar ga je niet overheen. Ik heb één anekdote voor u. En dat geef ik ook een inkijkje in waar mijn werk af en toe uit bestaat. Volgens mij heb ik het met jou wel eens gedeeld, Otwin. Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een meneer in Hoenderlo. We weten ongeveer waar dat ligt. Dat ligt bij Apeldoorn. Dat traint het Nederlands elftal. Omdat ze daar voor de rust en de mooie bossen en de schone lucht en noem maar op komen. Die meneer had de volgende klacht. Er komen hier Schiphol of vliegtuigen van Schiphol over. En daar heb ik last van. En kunt u nu niet als gedeputeerde een brief naar... Ja, u begint al te lachen. Ja, dat komt bij hebben gewoond. Dat is een dorp. Ik ben nu al heel blij met u. Ik zou een ander voorbeeld hebben. Die meneer die had op zich vanuit zijn perspectief een terecht verzoek. Ik heb last van die vliegtuigen. Deputeerde, u heeft lijnen met Den Haag. Kunt u een brief sturen naar minister Eurlings toe nog met de vraag of daar iets aan kan gebeuren. Toen heb ik in een vlaag van... Ja, misschien verstandsverbijstering dat, of van goed nadenken. Een beetje met verkeerde been uit bed gestapt die dag. En ik dacht, ja, ik lijk wel gek ook. Dus ik heb meestal doe je zoiets aan een ambtenaar. Die gaat er dan een kijk, een advies. En dan stuur je weer een antwoord terug. Ik denk, ik ben gewoon gek. Ik heb die meneer direct een antwoord gestuurd. Ik zei, meneer, ik zit hier voor alle Gelderlanders. En er zijn heel veel vraagstukken in deze provincie. En dit vind ik het minst belangrijk. Succes, maar ik ga er heel niks aan doen. Die meneer is daarmee naar de krant gegaan. Ja. En dan weet u ook wat er gebeurt. Daar werd aandacht aan besteed. Dat leidde bijna tot een debat met mijn staten. Want wie was ik om dat zo te beantwoorden? Ik had toch heel makkelijk gewoon een brief naar Eurlings kunnen schrijven.
Dat is nu bijna een jaar geleden. 2-3 maanden terug werd ik gebeld door het ministerie. Ze zochten nog de voorzitter om in Hoenderlo nog aan een groepje boze bewoners uit te leggen hoe het nu zat met voeters. Dat is niet gelogen, hè? Dat is echt gebeurd. En dat bedoel ik, en dit is in mijn ogen een redelijk onschuldig voorbeeld, maar als je het hebt over een samenleving en het besef hebben, en die komt uit Bad Hoefendorp, heeft daar gewoond, het besef dat de wereld groter is dan jouw eigen tuintje, dat begint ook met elkaar aanspreken op, dit is gewoon een non-issue, een non-probleem, en ga nu eens een keer een zinniger bijdrage doen dan andere lastigvallen met jouw privéklachten. Dat is een hartekreet die ik hoop ik even kwijt mocht. Bedankt en ik hoop jullie direct al morgen te spreken. Kort, 20 minuten. Oh, 10 minuten. Nou, dat hebben we niet nodig. Want waar het mij om gaat, is dat ik eigenlijk vooral deze avond een beetje leuk wil laten zijn. Want de afgelopen tijd, of het dan gaat om de dag van de dialoog, of op de dag van de multiculturele ontmoeting, heb ik, vind ik zelf, dan toch even die protestante traditie, vooral ook wat zitten preken. Vond ik vooral dat ik een boodschap kwijt moest, waarvan ik vond dat het in deze samenleving haperde, en waar ik van wat van moest vinden. En toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk wel weer een wat prekerig verhaal gaan vertellen. Maar volgens mij moet ik vooral gaan vertellen dat samenleven en saamhorigheid vooral heel erg leuk is. En daarom ben ik er ook zo blij om dat er allerlei verenigingen en stichtingen zijn die ook gewoon laten zien dat saamhorigheid verenigingsleven is. Dat dat cultuur is, dat het elkaar ontmoeten is. En dat onze samenleving echt beslist een stuk plezieriger wordt op het moment dat we elkaar ook een beetje ruimte geven. En dat we ook een beetje saamhorigheid en een beetje verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar hebben. En we leven in een tijdperk, ja ik kan het niet laten, ik moet nog even een beetje breken. We leven in een tijdperk waarin vrijheid van meningsuiting echt hoog goed heeft, wat heet, wat is
alles bepalend. En ik zou nu zeggen, ik ben er ook een fan van, want als je niet je mening uit, weet je ook niet wat een ander ergens van vindt. Maar, zeg ik erbij, vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft niet het allerhoogste goed. Het allerhoogste goed is volgens mij de dialoog, of de ontmoeting. Want één keer een vrijheid van meningsuiting is eenrichtingsverkeer, dat is eenzijdig. Maar vrijheid van meningsuiting van jou, vrijheid van meningsuiting van een ander, betekent dat twee meningen bij elkaar komen. En twee meningen, dat is een gesprek, dat is een dialoog, dat is ook luisteren naar elkaar. En waar het in onze samenleving wat mij betreft op dit moment echt fundamenteel aan ontbreekt, is dat je relatief makkelijk kunt zeggen, ik vind die allochtoon, of die dakloze, of mensen met een lichamelijke beperking, of een verstandelijke beperking, of ja, die laatste in die trein, een wethouder, mag hoor. Ik vind er, nou ja, en dan kun je invullen op de stippellijntjes wat je wilt, ik vind er van alles van. En dat mag. Je mag ook een mening hebben. Volgens mij is de kunst dat je niet alleen je eigen mening hebt, maar dat je nou ook eens luistert naar wat die anderen te vertellen heeft. Die ex-daklozen, mensen met een verstandelijke beperking, die allochtonen, met wie wij samen in deze samenleving leven. En volgens mij maakte dat ook leuk, want toen ik hier voorbij kwam, in het raam zag ik ook een carnavalsmuts. En toen dacht ik, ja, wel een beetje metafoor. Uiteindelijk hebben we allemaal een bepaald soort, wat zal ik zeggen, muts. Ook een bepaald soort handicap. Een carnavalsuniform als handicap. Dat zou ik zelf nooit zo willen doen. Maar we hebben allemaal iets. Denkt het bij de carnaval anders over maar dat gaan ze straks uitleggen. Oh, heel goed. Maar we hebben allemaal iets wat ons als mens uniek maakt. En het leuke is dat al die unieke mensen bij elkaar, en dit klinkt heel blasé, maar zo simpel is het. Dat al die leuke mensen bij elkaar, als je er eens in verdiept, dat toch wel iets heel moois maken. En ik hoop dat we de komende jaren, waarin het financieel spannend wordt, waar gaan we bezuinigen, waar niet? Als je ziet hoe gaan we met elkaar om met mensen die niet lijken op hen kunnen ingrijpen, om maar eens dat te noemen. Omdat ze van cultuur houden, of omdat ze iets minder geluk in het leven hebben gehad. Dat we al die mensen die niet lijken op Henk en Ingrid aan de kant zetten. Dat is niet de norm. Dat we van dat normdenken nou eens afgaan. En die samenleving met elkaar gewoon echt vorm en inhoud geven. Blijven geven. Meer voor elkaar betekenen. En volgens mij, laat ik dan eindigen met waar ik mee begon. Volgens mij heb ik goud in handen. En volgens mij is het echt hartstikke leuk om dan zo'n sleets woord als samenhorigheid. Toen ik het las op een poster saamhorigheid. En dacht ik, kunnen we als PvdA'ers echt helemaal geen enkel moderner woord verzinnen dan saamhorigheid? En toch is die wel mooi. Want er zitten twee woorden in. Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n politicus, dus misschien dat de docent wel tegen mij gaat zeggen, heb van dat woord niks begrepen. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat het woord samen erin zit. En horen. Erbij horen. Ik hoorde wel iemand zeggen. En ook horen in de zin van luisteren. Otwin, je weet wat een horen is. Dat is nog onder de wethouder om te horen. Als je echt helemaal niks meer bent, zelfs geen wethouder meer kunt worden, dan ben je samen horen. Nou, met deze uitspraak van Douwebos zou ik zeggen, saamhorigheid die avond geopend. Het is een leuke avond. Complimenten als vast aan de organisatie. En dan moet ik nog één ding zeggen. Anders gaat Marion Pieters gillen. Je zou nog wat roepen. Ga ik ook doen. We hebben in Doetinchem één keer per jaar de vrijwilligersprijs die we uitreiken. En ik ga daar even reclame voor maken. Want dat kan nog. Op 1 december op www.vrijwilligerscentrale-doetinchem.nl of op een stapel met formulieren die Marion heeft meegekregen van de organisatie van dat thema. En ze mag niet eerder naar huis vanavond voordat al die formulieren weer terug ingevuld zijn met een nominatie. En geloof me, Marion die werkt heel hard aan die saamhorigheid hier in de samenleving. Dus gun haar dat ze aan het eind van de avond ook weer naar huis kan. Oftewel, Marion, zwaai even. Want ik kan hier tegen het licht niet inkijken, maar mensen zien je. Oké, op de ene achterschrijving in het midden. Daar moeten jullie straks je vrijwilliger van het jaar, die op 17 december van mij, ja weer die onderste van die twee, een prijs uitgereikt krijgt. Mooie happening elk jaar. Nominaties kunnen op bij Marion op de website of op die formulieren. Rest mij niets anders dan te zeggen, jongens, geniet ervan, want samenhorigheid is gewoon